In deze film laat ik deze auto in het donker rijden. Om deze auto in het donker te laten rijden, moet ik twee dingen doen. Ik moet het natuurlijk donker maken en ik moet alle lampjes even aanzetten. En op zich is dat ja, misschien wel een klein beetje veel werk, maar het is op zich niet al te moeilijk. Om te beginnen ga ik hem eerst in het donker zetten. En dat doe ik door middel van aanpassingslagen. Want ik wil altijd in een later stadium nog terug kunnen. Mocht ik een fout hebben gemaakt. Ik begin met een aanpassingslaag curve. En ik trek de curve gewoon een stuk omlaag. Zodat mijn foto een stuk donkerder wordt. En je ziet dat de kleuren ook meteen een heel stuk verzadigder raken. En dat ga ik ook aanpakken door een nieuwe aanpassingslaag kleurtoon verzadiging. En die er gewoon een heel eind uit te trekken. Op zich heb je op dit moment ook wel een leuk effect, mocht je dat willen. Uh, maar we gaan natuurlijk een stap verder. En ik zet er ook een volle kleur bij en ik selecteer een leuke blauwtint. En deze laag zet ik van normaal af en zet ik op vermenigvuldigen. En op zich krijg ik nou al een klein beetje het nachteffect. En je ziet ook waarom we dus in aanpassingslagen werken, want ik vind bijvoorbeeld de curve niet mooi. Die zet ik ietsjes lichter en ook de volle kleur. Vind ik gewoon eigenlijk nog te paars. Ik wil meer blauw. En een iets lichtere tint blauw. En ik klik op deze. Vervolgens ga ik deze lagen even groeperen. Dus ik selecteer ze allemaal. In dit geval is alleen de bovenste de kleurlaag geselecteerd. En als ik nou de shift ingedrukt hou en op mijn curve klik. Dan selecteer ik ze alle drie van boven tot onder. En ik druk op ctrl g om ze te groeperen. Ik dubbelklik op de naam en ik typ daar gewoon in nacht. En met die manier kan ik de complete groep in één keer uit- of aanzetten. Ik laat hem nu nog even uitstaan. Ik ga vervolgens een nieuwe laag maken. En dat kan hieronder, door op dit kleine vierkantje met een foutje te kiezen. Of je kunt de sneltoets uh, Ctrl-Shift-N N gebruiken. En nu ga ik licht toevoegen in mijn foto. En hoe ga ik dat doen? Nou, ik ga om te beginnen gewoon een mooie selectie maken. Mijn lichtstralen komen dadelijk vanuit de koplamp aan de rechterkant en natuurlijk schijnen die links de foto uit. En ik ga gewoon met mijn Lasso-tool aan de slag. En ik pak in dit geval de magnetische Lasso. En waarom doe ik dat? Nou, dan blijf ik gewoon netjes automatisch langs de rode rand plakken. En dat is voor mij al een stuk makkelijker in plaats van dat ik dat helemaal met de hand uit zou moeten doen. En natuurlijk maken we een, uh, een selectie. En kunnen we altijd nog terug? We kunnen, we kunnen altijd nog gewoon uh, de selectie groter of kleiner maken. Je ziet dat er een paar kleine foutjes in zitten. Nou, dat is helemaal geen probleem. Ik kies gewoon de normale lasso. En als ik de shift ingedrukt hou, of je kiest hierboven voor het icoontje toevoegen, dan kun je dat gewoon even netjes automatisch bijvoegen. En zo kun je je selectie een klein beetje uitbreiden. En je ziet hier dat we er een heel klein beetje over zijn gegaan. Nou, hou je de Alt ingedrukt, dan wordt het een minnetje en kun je het er gewoon weer netjes afhalen. Dat is mijn koplamp, maar ik wil een uh, lichtstraal maken. Dus ik wil er eigenlijk nog meer bij voegen. En ik wil een lichtstraal die hier strak langskomt. En zeg maar, uh, ik noem maar wat hier loopt. En ik wil hem aan de bovenkant ook. En ik... Kies automatisch om uh, ergens gewoon door de lichtstraal heen uh, te tekenen en langs de rand weer omhoog. En als ik hem nu loslaat, dan verbindt hij die twee punten met, uh, met elkaar. En heb ik dus gewoon een kaarsrechte selectielijn ertussen. Nu heb ik dus dit. En dit ga ik vullen met wit. En dat doe ik door wit als voorgrondkleur te hebben en vervolgens Alt Backspace te kiezen. En je ziet, ik krijg hier opeens een witte lichtstraal. Ik vind het op zich nog niet helemaal mooi. Dus ik ga daar nog een, een stuk afhalen. Ik druk op Ctrl D om een selectie op te heffen. En ik maak een nieuw stukje selectie en ik druk op Delete en mijn lichtstraal is opeens een stukje kleiner. Dat hele kleine puntje hier wat niet goed zit, daar maak ik me nu even geen zorgen over. Je zult zo zien als we de lichtstraal gaan vervagen dat het uh, weinig effect meer heeft en dat dat hoekje gewoon helemaal als sneeuw voor de zon verdwijnt. En dat vervagen, dat ga ik nu doen. En ik maak eerst van de laag een slim object. Dat betekent namelijk dat ik altijd nog een keer terug kan. Je klikt er met rechts op en je klikt op omzetten in slim object. Er komt een klein vierkantje bij en dat betekent dat deze laag dus een slim object is. En nu ga ik hem vager maken. En dat doe ik bij Filter en niet bij Vervagen, maar ik doe dat bij Galerie vervagen. En dan kies ik voor Veld vervagen. Er komt een nieuw venster en daarin zie je eigenlijk gewoon uh, het volgende. Je hebt de optie veld vervagen helemaal bovenin. Ik heb dit venster ook al een keer behandeld bij kantelen en verschuiven een paar, uh, paar weken terug. En het werkt ongeveer op dezelfde manier. Je kunt deze gewoon netjes boven de koplamp zetten. En als je nou hieraan draait, dan kun je de mate van vervaging bepalen. Maar je kunt ook gewoon hier aan de slider trekken. En ik kies voor dit. En ik maak hiervoor nog een tweede punt. Gewoon door één keer te klikken. En ik wil daar meer vervaging hebben. En zie je wat er gebeurt. Ik behoud mijn, mijn oorspronkelijke vervaging behoud ik, eh, grotendeels bij de koplamp wel. Maar hiervoor wordt het opeens een, een, een hele andere vervaging. En dat is op zich wel weer fraai. En ik klik op oké. OK. Vervolgens moet Photoshop eventjes aan het rekenen en dat kan eventjes duren afhankelijk van de snelheid van je computer. De mijne is momenteel niet de snelste meer, maar toch doet hij het wel redelijk erop. En ik heb nu dit over. Nou, ik zou, uh, omdat dit dus gewoon een, een witte bundel is met een slim filter eroverheen, zou ik natuurlijk terug kunnen klikken op galerie vervagen. Ga ik weer terug naar het vervagingsfilter en kan ik het aanpassen. Daarom werk je dus in een slim filter. En je zou het ook gewoon met het verplaatsgereedschap. Uh, kunnen we hem oppakken en kunnen we hem ergens anders neerzetten. En je kunt hem natuurlijk ook gewoon daarmee, uh, daarmee draaien. En als je hem draait, gaat wel eerst het slimme filter uit. Maar als je klaar bent met draaien, gaat dat wel weer aan. Je ziet het, mijn vervaging springt gewoon weer aan. Maar ik ben er nog niet. Op zich is dit natuurlijk gewoon wel een uh, heldere lichtstraal. die uh, een klein beetje uitloopt en, en mooi waaierig is. maar hij kan nog, uh, nog veel zachter verlopen. En dat ga ik doen door middel van een gloed aan de buitenkant aan te brengen. En dat is op zich ook heel simpel. Je hebt uh, in je laag je hebt het icoontje staan met de inhoud van je laag. Je hebt de naam staan, laag 1. En dan heb je een klein beetje ruimte eromheen. En als je nou dubbel klikt op die ruimte. Dan krijg je dit venster, het laagstijle venster. En dit heeft te maken met de eigenschappen van die laag. En ik wil dus een gloed aan de buitenkant. En die vind je hier. En als je die aanklikt, dan heb je een aantal eigenschappen. En je ziet ook gewoon dat er op mijn foto al iets gebeurt. Je hebt om te beginnen de dekking. Dat bepaalt hoe ver je gloed te zien is. Nou, laat ik hem even voor de gein helemaal uh, openstaan. En je kunt een kleur uitzoeken. En ik wil eigenlijk gewoon wel uh, een koel cool kleurtje. Wel een licht kleurtje natuurlijk. En ik kies voor deze tint blauw. Daaronder heb je de spreiding. Dat bepaalt uh, hoe jouw verloop is. Zet je hem heel zacht en maak je bijvoorbeeld de grote groter. Dan krijg je gewoon echt een lekkere felle bundel. En ik zet de dekking nog een klein beetje terug. Klik je nou op het vinkje voor gloed buiten. Dan zie je dus gewoon wat ons effect heeft gedaan. En ik klik op oké. OK. Dan klik ik hier op het pijltje omhoog. Om even de filters die eronder staan te verbergen. En ik dubbelklik op mijn naam, laag 1, en ik noem dit linker koplamp. En je zult misschien denken: van ja, hij zit toch aan de rechterkant? Nee, dit is de linker koplamp. Je kijkt bij auto's altijd vanuit de bestuurdersstoel en dan zit dit aan de linkerkant. En deze laag ga ik dupliceren, want ik heb natuurlijk twee koplampen. En dat doe ik heel simpel: Ctrl J. En je ziet er komt een, een tweede laag bij. Laat ik eerst even beginnen door er op dubbel te klikken en hem rechter te noemen. En als ik nou het verplaatsgereedschap selecteer, kan ik hem gewoon overslingeren naar de andere kant. Nou, helemaal mooi schijnt hij niet, dus ik ga hem ook in dit geval een klein beetje draaien. En zo vind ik hem al beter. En ik klik op oké OK en mijn slimme filter en alle andere dingen worden weer toegepast. En zo klopt het al wat mooier. Deze twee klik ik samen en ik druk op Ctrl G om er een groep van te maken. En ik noem die natuurlijk koplampen. Zet ik er nou de nacht bij aan, dan zie je al aardig wat. Het is wel heel erg fel, dus je kunt eventueel de dekking van de koplampen nog een klein beetje terugdraaien zodat er een beetje auto doorheen komt. En ik ga bij deze een extra maskertje maken en hem aan de bovenkant gewoon even met zwart een klein beetje weghalen zodat we een iets mooier bundeltje krijgen. Nu vind ik wel dat de koplampen eigenlijk ook een heel klein beetje in sterkte af mogen nemen. En ik maak bij mijn koplampengroep gewoon een nieuw masker aan. En ik selecteer de gradient tool zoals dat heet. Nou, die staat nou in dit geval van zwart naar wit. Dus als ik nu ga slepen, dan zal ik met een uh, zwart vlak beginnen. In, in dit geval een bolletje, dat is namelijk het tweede icoon. Uh, ik wil dat eigenlijk precies andersom. Dus ik wissel even mijn kleuren. En ik selecteer gewoon ergens vanop de motorkap naar de buitenrand van de foto. Misschien wel over de foto heen. En als ik hem loslaat, dan zie je dat ik eigenlijk een soort gradient krijg. Ik vind hem in dit geval eigenlijk wel een beetje te fors. Dus ik verklein mijn foto wat. Ik druk even op Ctrl-Z om het ongedaan te maken. En ik slinger hem gewoon nog wat verder weg. En dit vind ik op zich wel fraai. Ben ik het dan al? Nee, ik ben er nog niet. Ik vind de, de koplampen in de regel schijnen ze in een gerichte straal vrij geconcentreerd vooruit, maar meestal is er ook nog wel een soort van flat omheen. En die ga ik ook nog even maken. Ik maak een nieuwe laag aan en ik zorg dat die in de groep koplampen komt te staan. Laat ik de koplampen gewoon even uitzetten en ik ga gewoon een selectie eromheen maken. Vrij grof. en die loopt zo in dit geval en die vul ik gewoon met mijn voorgrondkleur Alt Backspace met wit. En natuurlijk heb je nou dat verloop erin zitten en dat komt omdat mijn groep koplampen dus dat masker heeft en daardoor heb je hier ook met dat verloop te maken. Dat kun je heel simpel even tijdelijk uitzetten door de Shift ingedrukt te houden en op het masker te klikken. En je ziet gewoon mijn witte selectie. En omdat de groep niet helemaal op 100% staat, maar op 78 was het ook een klein beetje transparant. Dit is natuurlijk veel te hard en dat ga ik verzachten. Dus ik selecteer de laag en ik ga bij filter naar vervagen, Gaussiaans vervagen. En ik kies gewoon een lekkere grove straal. En ik druk op oké. OK. En vervolgens hef ik het uitzetten van mijn, van mijn masker weer op, door de shift erin gedrukt te houden en ik zet mijn koplampen weer aan. En je ziet eigenlijk is van mijn straal niks meer over. Maar dat komt omdat de gloed gewoon veel te hard staat. En heel geleidelijk zet je gewoon de dekking naar beneden, totdat het iets is wat jij eigenlijk interessant vindt. Ik vind 40% wel aardig. En ook de koplampen zet ik weer even terug waar ze stonden: een procent of 80%. Nu heeft deze auto op zich twee vrij aardige koplampen, maar hij heeft natuurlijk nog meer verlichting. Want ook achter zal een klein beetje gloed te zien zijn van de achterlichten. Nu zijn achterlichten een stuk minder fel dan koplampen van een auto, dus dat werkt eigenlijk gewoon iets eenvoudiger. Achterlichten maken we aan met een nieuwe aanpassingslaag, een volle kleur en we selecteren gewoon rood. Paf, klaar, hup. Alleen hij valt nu in mijn groep koplampen en we hebben ze graag achteraan. Dus als ik hem ingedrukt hou en ik sleep hem boven mijn groep, en je ziet dat mijn hele foto is bedekt met deze rode laag. Ik ga gewoon heel eenvoudig de dekking omlaag zetten. Net zolang totdat ik denk van nou dit is dadelijk wel een aardige gloed. En ik ga het masker ga ik omkeren. Ik selecteer het masker en als ik nou op Ctrl-I druk, dan wordt het masker zwart en is van mijn rode gloed eigenlijk niks meer te zien. Als ik nou inzoom op de achterkant van de auto, dan moet ik me afvragen waar wil ik nou allemaal gloed zien. Natuurlijk wil ik geen gloed op de auto. Achterlichten schijnen in de regel gewoon naar achteren en niet bovenop mijn auto. Het zou raar zijn als de zijkant van mijn spatbord of mijn achterste velg verlicht wordt door de achterlichten. Maar er is natuurlijk wel een heel klein beetje gloed te zien op het asfalt. En die ga ik gewoon met de hand intekenen. Ik selecteer mijn kwast, ik zorg dat wit mijn voorgrond is, dat mijn masker geselecteerd is... En ik ga gewoon even een klein stukje schilderen. En ja, natuurlijk schilder ik gewoon veel te veel. Ik schilder over de auto, maar dat is geen probleem. Ik maak de kwast wat kleiner en zwart als voorgrondkleur. En ik selecteer gewoon of ik verf gewoon netjes over de gebieden waar die rode gloed er niet bij hoeft te komen. En ook in de bosjes vind ik het niet nodig. En wil je een zachtere verloop, dan pak je gewoon een wat grotere kwast. En zo heb ik een heel subtiel klein gloedje erachter. Eventueel kun je de dekking nog een klein beetje lager zetten. Maar in ieder geval het blauwe is er net een klein beetje vanaf. Ik ga nog even terug naar mijn laag nacht. En ik pak daar de curve, want ik ga de foto nog een klein beetje donkerder maken. Zodat het allemaal gewoon nog net even iets meer effect heeft. En in dit geval heb ik een auto die overdag reed. Gewoon voorzien van brandende koplampen en in de nacht laten rijden.